daar heel veel specifieke groepen waren, dat waren soms etnische groepen, soms andere groepen, die een strijd om de macht zijn gaan voeren, die poging hebben gedaan om greep te krijgen op wat er wel aan middelen was, maar dat is gebeurd door een vorm van, wat we dan instituties noemen, door organisaties die ontstaan zijn, door overlegvormen die ontstaan zijn, die wel een beetje gemodelleerd zijn en afgekeken zijn van een westerse systeem, maar wat helemaal niet eigen is, zou je kunnen zeggen, aan wat daar in Afrika zelf aan manieren van onderling overleg bestaat. En dat zoeken naar vormen om met elkaar een land te vormen, terwijl het eigenlijk helemaal geen land is, dat is een proces wat nog helemaal niet af is. En wat het ook heel moeilijk maakt om verder te komen. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld landen in Azië, daar zie je dat een gedeelte van het succes, de successen van China, de successen van Vietnam, de successen ook van India, van Indonesië, voor een groot gedeelte ook terug te voeren zijn op het feit dat daar overheden waren, vrij stevige overheden, vrij stevige staten, die functioneerden en die ontwikkelingstrajecten in gang hebben gezet. Vaak met veel geweld of het uitoefenen van toch behoorlijk wat kracht en duwen en trekken ten opzichte van specifieke groepen, die echt wat opgeleverd hebben. Afrika kent zo'n structuur niet. En dat maakt het natuurlijk ook moeilijk voor, zeg maar, het willen helpen van Afrika, want alleen dan wat geld geven aan Afrika, ja, als dat valt in een systeem waar ook de geëigende instituties niet bestaan, waar de overheden niet functioneren zoals je wil dat ze functioneren, wil ook zeggen dat dat niet altijd de gewenste effecten oplevert. En ook zeker niet het soort groei wat je in Azië gezien hebt.